Reuni para pesepak bola dunia asal Maluku, Maluku All Stars, yang pernah menjadi bagian dari skuad Belanda. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan icon bell-nya, agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami, Molukas Oranye Community. We gaan een wedstrijd spelen vanavond hier op het hoofdveld van Boeijmeer. We spelen met Molukse Oud-Prof tegen Oud-Nak. En dat gaat hier gebeuren vanavond om 8 uur. Yasin Madamin, seorang mahasiswa di Grafik Lyceum di Rotterdam, telah membuat laporan khusus tentang reuni Maluku All Stars, mantan pemain sepak bola profesional dunia asal Maluku, bekerja sama dengan perusahaan produksi film Octonet, dari Breda. Dalam laporan tersebut, mantan pemain sepak bola profesional dunia asal Maluku, dan mantan pemain NAC, Brian Pierce, menceritakan bagaimana ia mengorganisir kompetisi mantan pemain NAC dan Maluku All Stars untuk menyatukan komunitas Maluku. Geschreven en er zijn filmpjes gemaakt op YouTube is het dat is veel groter dan dat ik had verwacht. Nou ik hier loop valt het eindelijk wel mee, want dan voel ik het gras en dan zijn de zenuwen weg. Maar ja, ik heb thuis, zeker vannacht, ben ik wel een paar keer wakker geworden. En ja, was wel even nerveus, maar goed, nu gaat het. Ik kan kijken en wachten totdat we kunnen gaan spelen. Selain itu, nama besar para mantan pemain sepak bola dunia profesional asal Maluku, seperti Giovanni van Bronckhorst dan Simon Tahamata, juga menceritakan bagaimana mereka mengalami kebersamaan ini. Daarom is het ook, kijk, net als dit soort dingen, we hebben een partytent erbij besteld, er is eten, er is drinken, dat is heel belangrijk in onze cultuur. Iedereen hecht daar heel veel waarde aan. Samen zijn, hè? Eten is ook samen en praten over dingen, samen zijn. Laporan tersebut melukiskan gambaran yang indah dan hangat dari para pemain sepak bola profesional dunia asal Maluku, dan tentu saja masyarakat Maluku yang berada di negeri Belanda. Komen de mensen, ze komen uit Limburg, ze komen uit Capelle, dus ik denk dat het een aardig Molukse feestje wordt. Het zal inderdaad ook absoluut een grote reunie worden. En dat is in Molukse kring altijd heel, ja, zeer bekend. Ja, absoluut. Ik heb ze al zeker al 10 jaar lang niet meer gezien. Ja, dat is toch heel mooi dat ik nu na heel wat jaartjes weer terug kan vallen op deze groep en deze groep mag begeleiden. Molukse oud-prof, daar horen natuurlijk ook grote spelers bij, Tahamata, de Bronckhorst, die ben ik ook gaan benaderen. En die waren meteen enthousiast. Kijk, ik kom natuurlijk, van die mensen komt er ook veel familie, veel bekenden. Dus ja, ik denk dat het wel een aardig feestje wordt. Pasje, hoe is het? Alles goed? Ja? Zo, kijk. Mooi toch? Ja, groot toch? Ik denk dat je voldoende tijd hebt. Kijk, dit zijn ze. Die dingen die je daar gezien hebt, zijn die kaartjes. Mooi, zus. Ja? Ja, oh ja, dat is zo. Het maakt mij absoluut bijzonder trots dat het zeker een dikmoedig tintje heeft.
En dat maakt het geheel heel bijzonder. Heel speciaal, ja. Simon Tagmaten, Giovanni van Bronckhorst, Danny Lansaert, Bart Latouheru, Jeffrey Lewakabessi en Tony Patinama. Ja, dat zijn wel allemaal voorbeelden van me geweest waarvan ik denk van ja, dit is toch echt goed dat zij naam gemaakt hebben. En het eigenlijk goed zeker als je dan kijkt van inderdaad mijn vader, mijn ouders en mijn grootouders, hoe ze hier gekomen zijn en wat we nu bereikt hebben. Ja, dat is echt dag en nacht verschil. We hebben er erg alles voor moeten doen om tot dit niveau te komen. Dat is toch geweldig als je in de kleedkamer mag zitten met Lansaert, Touteru, Latouheru, Gio, Tagmaten. Ja, mooiste wat er is. Dat zijn iconen. Ik heb een hele mooie carrière gehad en ik heb ook Nederlands bloed en afkomst ook uit de Molukken. Dus ik denk dat mensen trots zijn op wat ik heb bereikt en ik ben ook trots op wat ik zelf bereikt heb met mijn carrière. Dat maakt het allemaal natuurlijk speciaal. 9? Pitta? Ja, maar ik moet wel worden. Hij wordt XXL, hè? Strakelijk. Nou, ze hebben eigenlijk 10 jaar lang niet meer in deze hoedanigheid gespeeld zoals het vanavond gespeeld wordt. Dus heel speciaal. Ik ben heel enthousiast voor de wedstrijd. Ik zou het heel leuk vinden om vanavond weer die mannen te zien voetballen. Het is wel heel leuk, vooral Giovanni die eventjes ook even overkomt en Simon straks en die andere voetballers. Ik vind het heel gewoon leuk dat ze bij elkaar weer kunnen komen om met elkaar samen te spelen. Johnny, goed jongens, goed zo. We moeten gewoon ook laten zien als Molukse voetballers dat we het ook kunnen. En, maar niet alleen echt het voetbaltechnisch tactisch gebeuren, maar ook in gedrag. Mentaal opzicht. Dus ja, omdat het een reuniewedstrijd is, willen we wel winnen. En ik verwacht gewoon dat wij leuk tegen een oud NAC kunnen spelen. Dat verwacht ik gewoon. Het is natuurlijk leuk om, als je dan speelt met elkaar, dat je ook in een entourage speelt, dat er veel mensen komen en kijken. Kijk, we spelen natuurlijk niet zo vaak met elkaar. Dat is het leuke. De mensen willen ons ook zien. En als we 1 of 2 keer per jaar spelen, en zoals vandaag was eigenlijk bijna iedereen er. Dus dan is het ook leuk voor de mensen, niet alleen voor de mensen die oud NAC fans zijn, maar ook de Molukkers. Ja, dit is pas eigenlijk sinds jaren dat dit niet meer gebeurt. Dus ja, men is super blij dat dit gaat gebeuren. Het gaat om het voetballen. Dat is de hoofdmoot, dat we er een leuke wedstrijd van maken. Dat het publiek kan genieten van de jongens. Dus dat is het belangrijkste. Maar ik hoop natuurlijk ook dat er veel mensen zijn die hun familie weer zien, die ze lang niet hebben gezien. En dat het gezellig samen zijn wordt. Niet alleen voor de Molukse gemeenschap, maar ook voor de mensen die hier voor NAC komen. De mensen, gewoon de Hollandse mensen. Dus dat gaat wel goed. Voor mij was het speciaal omdat ik niet zoveel speel meer nadat ik gestopt ben met voetbal. Dus als ik de kans krijg om met de X-Internationals mee te doen of zoals vandaag, dan is het hartstikke leuk om met elkaar weer op het veld te staan. 1 buiten, 1 binnen. Je speelt daar met onder broertjes, onder... zijn met elkaar en dat is wel mooi. Ik heb een hele hoop spelers een tijd geleden, dat ik geweest gezien heb. Oké, Gio, Danny en Bart wel natuurlijk, in Aachen, mijn eigen neef. Bijvoorbeeld Tony Patinama. Dat is al zeker misschien 20 jaar denk ik. Ik verwacht een hoop bekende feesten te komen.
daarnaast een hele leuke wedstrijd. En ja, een hoop sociale contacten ook. Ja, waardoor ja, allerlei netwerken weer verbreed en vergroot worden. Dat is mooi. Ik zie natuurlijk met dit soort wedstrijden dat de Molukse gemeenschap ook massaal hierop afkomt en ook gezelligheid heeft na de wedstrijd. Ik denk ook dat omdat wij hier het in Breda houden, dat het allemaal zo'n beetje dicht bij huis is. Reuni Maluku All Stars ini diselenggarakan di Taman Olahraga Hexenwil Belanda dan dihadiri oleh sekitar 1000 orang yang merupakan masyarakat Maluku di negeri Belanda. Ik heb gewoon vanaf dat ik het veld opstapte heb ik kippenvel gehad, zoveel mensen. Ja, het is echt, ik heb geen woorden voor, echt geweldig. Na 3 maanden intensief alles gedaan en geregeld hebben, ga ik een biertje drinken.